Een peuter staat hard huilend voor een dichte deur. Ze is buiten in de afgesloten tuin met nog één ander kindje. Deze buurvrouw kon het niet aanzien en maakt een filmpje. Je moet op een kind passen, niet op een pop van de Bart Smit. Ik heb die moeder gesproken. Kind is 2 jaar en 3 maanden oud. Toen die moeder het filmpje zag, begon ze te huilen. Ik neem aan dat die moeder niet zo omgaat met haar kind thuis. Eerder zag Nara 7 peuters zonder begeleiding buiten spelen. Het waren net van die pionnetjes. De een viel om, de ander viel om. Er was gewoon niemand bij en datzelfde meisje stond te huilen. Want die slaat iedere keer alarm. De moeder van Nara loopt naar het kinderdagverblijf om de leidsters te waarschuwen. En die vrouw die zat gewoon binnen, zo heel doodleuk op de mobiel. Hi! De moeder zegt, wat hi? Je moet even, weet je, er lopen kinderen buiten. Oh. Ja, we waren boven. Helemaal niet, want je zit gewoon hier. Het filmpje van Nara is inmiddels al meer dan 36.000 keer gedeeld op Facebook. Ja, heftig. Ja, het zal je inderdaad je eigen kind maar zijn. Oh, wat een verschrikking. Ja, ja, ik vind het vreselijk. Ja, nee, dus dat... ja, afschuwelijk. Wordt er dan aan het einde van het filmpje wel gereageerd door de leidsters? Of? Nou, uiteindelijk laten ze naar binnen toe. Hallo, wie is er verantwoordelijk voor die kinderen? Morgen heb jij geen baan meer, want dit gaat naar de directie. Hier loopt een filmpje nu. De directie van de crash laat via hun website weten geschrokken te zijn van de beelden. Die duidelijk aangeven dat het buitenspeelprotocol niet is nageleefd. De betreffende medewerkers zijn daarom per direct op non-actief gesteld. De crash was vandaag de hele dag gesloten.